Welkom in deze les, waarin we gaan werken met virtual reality. In deze les leren we de basisvaardigheden voor het ontwerpen van een virtuele omgeving. En deze gaan we uiteindelijk bekijken met een VR-bril. Hiervoor gebruiken we het programma CoSpaces. Ga naar de website cospaces.io en klik op de button Sign Up. Zodra je bent ingelogd, kies je voor de groene button bovenin Create Space en dan verschijnt het werkveld waarin we het ontwerp kunnen maken. Via de buttons links onderin kunnen we alles toevoegen en aanpassen. We beginnen eerst met de omgeving en kies de button Environment links onderin. Klik op het plaatje Environment en kies de gewenste omgeving. Via de button Mood kun je kiezen voor een zonnige dag, bewolkte dag of een nachtstand. Via de button Stage Image kun je de bodem veranderen door een plaatje van bijvoorbeeld tegels of van gras toe te voegen. En via de button Stage Sound kun je een MP3, een omgevingsgeluid, toevoegen. Met de button Library komen we in de bibliotheek waar we alle objecten kunnen toevoegen. Scroll door de objecten totdat je het gewenste object hebt gevonden. Selecteer deze en sleep deze op de plek waar je deze wil hebben op het werkveld. Je kan er ook op klikken. Dan komen ze op een willekeurige positie in het werkveld en kun je ze door ze te selecteren overal plaatsen waar je wil. Wanneer een object te groot is, kun je met je muis gewoon eventjes uitzoomen totdat het wat beter zichtbaar wordt. Selecteer het object en via de buttons van het object kun je het groter of kleiner maken. Je kan het hoger of lager plaatsen of draaien in de gewenste positie. Door het te selecteren kun je het ook weer slepen naar de gewenste plek op het werkveld. Door een dubbelklik op het object verschijnt nog een menu en kun je de kleuren aanpassen of kun je het kopiëren. Via het menu in de bibliotheek kun je allerlei objecten vinden. En je kan zelfs ook webplaatjes toevoegen. Ik zal even nog wat groen toevoegen. Zo. Wanneer je nu wil zien hoe dit er straks uit gaat zien met een VR-bril, klik je op de knop Play en kun je met de pijltjes op het toetsenbord door de omgeving heen wandelen. Of je beweegt met je muis door de omgeving heen. En dan zie je ook hoe het er straks door een VR-bril uit gaat zien. Via de button Back ga je weer terug naar het werkveld en kun je het ook weer aanpassen. Ben je helemaal klaar met je ontwerp? Druk je op de knop Share en kun je dit ontwerp heel snel op ieder device bekijken. Of je kan het doorsturen via mail, Twitter of Facebook